Jongens, welkom bij deze video. Vandaag zijn we lekker in Contentveen. Wauw, wat een mooie ijzerfabriek. Ik ben ook nog steeds een augurkje. En dat is best een teleurstellend iets om mee te beginnen. Maar dat maakt niet uit, jongens. Welkom in mijn Minecraft Survival. Het virus is nog steeds aanwezig. De guards staan er nog steeds op. Maar dat houdt ons niet tegen om een beetje progressie te maken. Vandaag wil ik deze video beginnen met... Ik heb mijn lighter niet om. Oh mijn god, ik spring gewoon bijna tot de dood. Niet zo slim. Vandaag wil ik beginnen met het interieur van de ijzerfabriek. Althans, het interieur. Ik wil de vloer gaan maken, verdiepingen, weet ik wat allemaal. Anne is namelijk ook online. En zij mag gewoon lekker zelf het interieur maken. Want ik ga dit ding natuurlijk doorverkopen naar... Maar als ik het interieur erin heb, dan kan ik daadwerkelijk het verkoopgedeelte doen. En dan ben ik rijk. Wat ik misschien daarna wil doen, is een begin maken aan wat huisjes daar bouwen. En misschien nog het verdere hakken. Maar daar heb ik eerlijk gezegd geen zin in. Maar het moet wel gebeuren. Of misschien daarboven, weet ik veel. Oh, ik moet nog zo veel doen. Nee, laten we beginnen met de binnenkant van de ijzerfabriek. Hartstikke leuk idee. Dat wil ik dan ook met een leuke timelapse doen. Dus dan zien jullie het allemaal versneld en weet ik wat allemaal. Maar voordat we dat gaan doen... Patat. Friet. Gefrituurde aardappel. Ik weet niet waarom dat gebeurde, maar al die drie dingen bij elkaar gecombineerd betekent... Het betekent abonneren. Ik weet niet waarom ik zo een punt van maak. Wat betekent abonneren? Oké, laten we dan nu daadwerkelijk de timelapse doen. Want jullie komen hier natuurlijk voor Minecraft, niet voor explosies. En dan veel plezier met kijken in 3, 2, 1. Jongens, daar zijn we weer. We hebben een prachtig korte timelapse gehad. Ik wil zeggen een prachtig timelapse, maar hij was eigenlijk best wel kort. Van de binnenkant van de ijzerfabriek. Maar inmiddels zijn we alweer 3 dagen verder in het leven. Ik was even lekker een weekendje weg. En is er nog meer gebouwd wat niet op de timelapse staat? Want Anne die is al ingetrokken in haar fabriek. Want het is natuurlijk uiteindelijk niet mijn fabriek, maar het wordt haar fabriek. Zoals je kan zien is ze bezig gestaan nog in aanbouw, verboden toegang. Maar ik ben de bouwer hiervan, dus ik mag gewoon binnenkomen, neem ik aan. Kijk, het interieur, dit hebben jullie natuurlijk allemaal gezien. En deze ruimte hier is zo. Kijk, daar staat Anne ook heel trots. Maar Anne is wel al begonnen met daadwerkelijk het inrichten van. Met machines plaatsen hier en daar. Dit is letterlijk zo'n loopband waar dan ijzer op staat. En dat wordt dan helemaal hier gestript. Waardoor je kleine ijzerblokjes krijgt. Dat wordt hier in de machines gegooid. Dat gaat alle kanten op. Het is zo lijp in elkaar gezet. Hier ook weer allemaal gave machines en zo. Weet ik van wat. Dan gaan we naar boven. Dan is hier hetzelfde. Ook allemaal die tandwielen en zo. Die dingen aandraaien. Dan hier storage dat dan naar boven en naar beneden gaat. Zeg maar een soort liftje is dit natuurlijk. Hier nog meer opslag. Weet ik voor wat voor gekke machines allemaal. En daar is ze nu mee bezig. En dan denk je, ja maar Max, waar komt het ijzer dan vandaan? Het is natuurlijk een ijzerfabriek, maar waar komt het ijzer vandaan? Dat ga ik jullie even met trots laten zien. Dit heb ik namelijk ook niet gemaakt, deze gang. Dit hebben jullie niet gezien in de timelapse. Hier was een deur gemaakt volgens mij. Ik weet het niet, het is 3 dagen geleden. Jullie hebben het echt net gezien. Inmiddels is die open. Dat gaat dan hierheen helemaal. Dan heb je hier nog wat opslag van ijzer en zo. En als het goed is, komt hier achter dan... Ja, volgens mij kan dat al. Hè? Ja, kijk, zie je? Een soort geheime deur. Sorry, Anne, maar ik ga er even doorheen. Ik hoop niet dat je villagers ontsnappen. Ik ben wel even dicht in de meanwhile. Testpersoon, testpersoon, testpersoon. En dan hier, kijk. Hier komt volgens mij de ijzerfarm daadwerkelijk... waar al het ijzer gefarmd gaat worden en gemaakt. En dat kan ze dan verkopen in de winkel aan de voorkant. Anne, het is tijd om te betalen. Okay. Het is tijd om het geld te geven voor de moeite die ik hierin heb gestopt. En laten we even... Ik weet namelijk nog niet echt een prijsje. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar dit, kostte 20 diamonds. Een huisje, de dierenwinkel van Justin en zo, 20 diamonds. En dit is echt een unit. Dit is echt groot. Dus je hebt ook de ruimte. Je gaat hier veel geld mee verdienen en zo natuurlijk. Van het ijzer dat je gaat verkopen. Dus ik zat gewoon te denken echt aan een volledige stack. Is prima. Ja? Ja, joh. Wacht, kijk maar eens aan trouwens. Oh, ik zie echt nu pas dat je echt een mondje hebt gewoon. Een mondje? Ja, jij hebt echt een mondje gewoon. Echt? Echt tegen je ogen aan. Ja. Oh my. Zie je het? Je hebt een mondje. Wat goed. Oh, ik had dat zelf niet eens gezien. Oh, je hebt hele zielige wenkbrauwen. Zie ik nu ook. Je kijkt eigenlijk best wel heel zielig. Ja, je kijkt echt heel zielig. Nee, maar stack diamonds, ik zie dat je al echt lijpe dingen. Dit is gewoon echt een loopband. Dit is een lift naar boven en zo. Ik zag het allemaal. Het is echt heel cool gedaan. Ja, tof hè. Heb jij Floor niet mee geholpen? Of? Nee, dat heb ik zelf gedaan. Ah,
wel echt cool. Ja. Ziet er echt goed uit. Alleen, ja, nu heb ik dit. Dit had ik in mijn hoofd. Alleen, ja, nu moet ik kijken wat ik daar ga doen. Ja, nee, je hebt nog twee verdiepingen wat je moet doen. Ja. En daarachter komt... ja, oké, je hebt natuurlijk nog het midden. Dat gaat nog hoger. Ja, maar je hebt daar ook, gaat het kantoor komen. Ah, dat, yeah. dat is best wel cool. En hier komt je farm hierachter. Ja, dit is een soort van, ja, geheime ingang van mij. En dan heb ik daar mijn iron farm. Cool, heel cool. Tof, hè? Ja. Ja. Maar, okay, ik ga stack diamonds. Ja. Ja, top. En wanneer denk je dat je winkel open is? Wacht, hier komt je winkel, gok ik, aan deze kant? Ja, ik wil aan deze kant de winkel doen. En dan ja, oké, daar allemaal detail en eigenlijk waar je nooit gaat komen, weet je. Maar ja, dat hoort precies. Er gewoon in natuurlijk. En hier komt dan de winkel. Hier komt echt de winkel, zeg maar. Ik heb zoveel zin dat ik hier gewoon daadwerkelijk allemaal dingen kan kopen in plaats van dat ik zelf allemaal eisen moet uitgeven. Ja, echt, hè. Nou, kijk eens. Ik ben rijk. Ik werd gescamd. Doei. Dankjewel. Doei, doei. Jongens, we zijn gewoon in één keer een stack diamonds rijker. Oh, wat een genot is dit. Dat waren ook, zeg maar, mijn diamonds waren op, basically. Dus ik ben hier zo blij mee. Laten we even slapen. Dat betekent dat voor mij de ijzerfabriek nu een hoofdstuk is dat ik achter me kan laten. Ik hoef daar niet meer zorgen over te maken. Ik hoef er niet meer mee bezig te zijn. Het is nu helemaal in Anne, haar handen. Hij is van haar. Hij is niet meer van mij. Ik ben mijn kindje verloren. Dat zat ik nu te denken, hè. Ik wilde daar gaan bouwen. Maar is het misschien niet chill als ik, zeg maar, deze kant hier eerst afbouw? Als dit een beetje helemaal af is, kan ik gewoon daarna focussen op die kant. Maar het ding is, ik heb wel meer zin om daar nu iets te gaan bouwen. In plaats van dat ik hier een huis moet bouwen of daar. Zeker omdat daar mijn opslag is. En ik heb gewoon echt totaal geen zin om deze hele opslag te gaan verplaatsen. Aangezien dit echt bomvol zit met alle soort blokken, vooral steen. En daarom heb ik eigenlijk meer zin om gewoon lekker aan die kant aan de slag te gaan. En dan daar weer een beetje te werken. Zo niet om die naar bergen zo te maken. Misschien aan die kant wel. Maar wat gaan wij eens doen? Weet je, laten we gewoon een tweede timelapse starten voor deze aflevering. Ja, ja, een tweede. Gebeurt bijna nooit, hè. Twee timelapses achter elkaar. Ik ga proberen een grotere van te maken, want ik vond deze eigenlijk helemaal niet zo heel bijzonder. Dat is een beetje het interieur. En daarna ben ik gewoon 3 dagen weg geweest van mijn computer. Dus ik heb ook wel echt weer zin om lekker te bouwen. Dus laten we kijken. Misschien wat huisjes. Een huisje hier. Misschien toch hier iets. We gaan gewoon... Ik ga niks beloven. Ik ga gewoon nu een timelapse starten. En dan zien jullie wel wat er gebeurt. Voordat ik dat ga doen... Boah. Grote rode knop. Abonneer. Jongens, dat was dan weer al de tweede timelapse van vandaag. En ik moet zeggen, ik ben zo blij met het resultaat. We hebben 3 hele leuke, maar vooral verschillende huizen gebouwd. Ik heb hier een huis gebouwd die net zo goed daar had kunnen staan. Gewoon echt in de stijl van de rijtjeshuis hier. Daarna een huis wat echt een beetje in, ja, de fabriekstijl valt. En daarna... mijn favoriet. Ik vind dit huis zo cool geworden. Het is gewoon een groot huis met blokken die ik bijna nooit gebruik. Eigenlijk nog nooit gebruikt heb. Hoe heet dat ook weer? Granite en terracotta is dat. Wow, kwam er even niet op. En dan een leuke blacksmith ding daarnaast. Het is zo cool. Ik ben zo tevreden met dit resultaat, jongens. Echt waar. Wat een goed gelukt huis, hè? En nu zit ik te twijfelen. Ik wil al heel lang natuurlijk mijn makelaar hebben. Die wilde ik eigenlijk in het oude gebied hebben, maar die moet nu wel eigenlijk hier terechtkomen in het nieuwe gebied. Dus ik dacht eraan. Ik wil niet van deze, want dit is meer echt een fabriek met dit. Ik film met een blacksmith hier. Zo moet allemaal nog leuk ingericht worden. Maar dat mag persoon lekker zelf doen. Die hier komt wonen. Hetzelfde geldt voor het interieur. Het is een beetje een scam. Maar ik dacht nou. Wat nou als ik van dit huis hier mijn makelaarswinkeltje maak, weet je? Het lijkt wel, als je hem zo ziet, echt een beetje op een makelaar. Dit zou echt, ja, dit zou letterlijk een makelaar kunnen zijn. Wederom van binnen een nog grotere scam. De enige die van binnen een beetje groot is, is deze. Maar ja, dat is omdat hij natuurlijk uitsteekt hier. Maar ja, dat is het mooie. Je zit tegen de berg aan. Dus je kan het gewoon zo groot maken als je wilt. Nee, maar echt het resultaat van deze 3 huizen vind ik zo leuk.
leuk, jongens. Laat nu even in de reacties weten, wat is jouw favoriet? 1, 2 of 3? Dus wit is 1, baksteen is 2 en de nieuwe willekeurige blok is 3. Maar goed, Rick die wilde wat van mij. Die zei, Max, heb je even 10 minuten? Dus we gaan even naar Rick toe. Hallo. Hey. Hallo. Hey. Hey, jij wilde mij 10 minuutjes lenen. Ja, niet per se lenen. Ik wou je wat laten zien. Oh, oké. Okay. Want je hebt dus gehoord dat jij heel egoïstisch bent geweest. Hoezo? Ja. En? Ja. Hoezo? Jij hebt een bunker voor jezelf gebouwd. Ja. In je huis. Ja. En daar mogen wij niet in. Hoezo niet? Hij is toch veel te klein. Daar kan toch niemand komen? Ja, dat maakt toch niet uit. Het is toch mijn bunker. Bouw je lekker je eigen bunker. Ja, zie. Ja. Hier. Nou, en dat hebben we gedaan. Dus. Kom maar even mee. Ja. Oh, en dat hebben jullie gedaan. Een eigen bunker gebouwd. Kom maar even. Voor iedereen. Oh, voor iedereen? Voor iedereen. Hij is voor iedereen. Zelfs jij mag er komen. Jullie hebben Oh, maar god, wat is dit? Sinds wanneer is dit hier? Ja, sinds gisteren. Oh, maar deze is een lekkere bunker. Ik vertrouw het niet. Kom binnen. Oh, jullie gaan eerst. Goed zo, dan vertrouw ik het. Oké, ja. Dan ga ik jou even fouilleren. Heb je een scherp voorwerp op zak? Ja, ik heb een bijl, ik heb een pickaxe, ik heb een scherp, ja. Kijk, dat is goed, dan kan je jezelf verweren tegen deze. Dat is goed. Ja, top. Gooi de poort maar open. Zij moet ook echt de poort open doen. Gooi maar open, hoor. Oh, nu wel. Ja, kijk. Jemig, wat is dit helemaal hier, joh? Welkom. Dit is groot! Ja, leuk, hè? Dit is echt heel groot. Slaapzaal, kantine. Ja, doe jij even een rondleiding. Ik ga je even een rondleiding geven. Kijk, hier is slaapzaal Van der Vogel. Van der Vogel? Van der Valk. Prima. Gewoon een en al bedden. Je slapen we met z'n allen. Ja, hier kunnen we allemaal slapen. Nou, ik kan je niet kleurbedden... Ja, kan je ook de bedden niet kleur maken van het persoon een beetje? Ja, dat kan. Zeker weten. Ah, oké. Dat is allemaal leuk. Maar dat moet allemaal nog gebeuren. Deze is nog niet helemaal af. Het ziet er wel... Ik wil zeggen, het ziet er wel juist al cool uit. Alleen ja, de specifieke plekken zijn natuurlijk... Het thuis moesten nog afgewerkt worden, maar het werd zo laat. Wij dachten oké. Ja, oké. Dan gaan we naar de overkant. Ja. Even kantine, hollebolle... Hollebolle Max! Hoezo Hollebolle Max? Ja, we dachten, wat een leuke naam. Nou, Hollebolle Gijs. Nou, dat is Hollebolle Max, man. De kantine is wel heel leuk. Ik zie ons al zitten met z'n allen hier te aan het schuilen zijn voor... Lekker eten, zo. Voor de dood en zo. Oh, top. Virus. Die heb ik echt nodig. Ik heb serieus nodig. Zo. Heb je er nog een? Lekker schuilen en zo. Ja, voor het virus, voor Frederik en weet ik wat allemaal. Ja, ik vind het leuk. Ik voel me al helemaal thuis hier. Alleen weet Frederik dit niet en kan hij hier ook niet gewoon komen. Oh, hier zitten de eenzame mensen. Ja, hier zit... Justin. Justin en Nathan zitten hier. Ja, dat soort mensen die zitten hier. Ja. Niemand die ze eigenlijk bij de groep wil hebben. Nee, precies. Nou, en dan hebben we hier de persoonlijke opslagruimte. Oké. Nou, deze wil ik nog allemaal kleurtjes geven. Iedereen krijgt een boekje geschreven. In deze opslagruimte van deze bunker. Huh? Welkom in deze opslagruimte van deze bunker. Ik las ze welkom helemaal niet. In de barrel met jullie eigen naam kunnen jullie je eigen spullen bewaren of opslaan. Omdat wij hier samen zullen verblijven, verzoeken we je om netjes te blijven en niet aan andermans spullen te komen. Vriendelijk bedankt alvast. Met vriendelijke groet. Dat is heel veel vriendelijkheid. Management schuilbunker. Dat zijn jullie twee zeker. Ja. En wat zit er achter deze deur? Daar zit de chillruimte. De chillruimte? Oh, maar deze is een serieuze chillruimte. Een boekje lezen of craften. Dan hoeven we niet te denken aan het vreselijke wat er bovenal gebeurt. Precies, je kan hier gewoon lekker een boekje lezen. We kunnen hier gewoon schuilen. Dan is mijn bunker helemaal voor niks. Ja, oké. Ik zag dat jij een heel kleintje had. Ja, dus mijn bunker bracht jullie op het idee. Dus ik ben ook enigszins de founder van deze bunker. Nee, dat niet. Oké, nee, dat doen we niet. Jammer. Bloed, zweet en tranen zijn erin gegaan. Oh, Noah is vastgelopen. Oh, daar is ze weer. Oh, ja. Ik ben er weer. Maar ik vind het leuk. Het is echt leuk. Het is serieus. Het zit cool in elkaar, dit. Jawel, toch? Ja, het zit echt leuk in elkaar. Gewoon echt een veilige bunker waar we kunnen chillen. Hier de chillruimte hierachter. De hollebolle Max en de slaapzaal van de vogel. Gaat er ook nog meer komen? Of is dit hem? Ik vind het meer hoeft er ook niet om. Maar we hebben echt de basics. Ja, misschien als toekomstige gasten wat ideeën hebben, kan dat nog wel geplaatst worden. Ja, ik vind het wel heel cool. Het ziet er serieus echt heel cool uit. Ja, het is leuk, hè? Ja, echt heel leuk. Nou, dus ik wou eigenlijk nog briefjes gaan schrijven voor iedereen dat ze zich welkom mogen voelen. Als ze zich niet veilig voelen in de stad, dan zal het hierheen kunnen. Ja, want de ex-koning die zorgt er natuurlijk weer niet goed voor de stad. Dus nee joh, hey, ik ben geen koning meer, dan is dat ook niet meer. Daarom, ik bouw alleen maar elk gebied waar jullie wonen. Ik zorg voor onderdak. jij hebt voor het niet gebouwd, joh man. Dat klopt. Ja, maar het ziet er leuk uit. Echt top. Ja, nou, dus als je wil schuilen voor Frederik en hij weet, misschien komt hij wel achter jouw eigen persoonlijke. Hier is je plek. Dit is de veilige bunker. Wat een top bunker dit. Maar iemand moet er wel open doen dus. Je kan alleen met z'n tweeën inkomen. Oh nee, je kan hem zo. Ja, je kan hem van open doen.
Ja, oké, maar vanaf hier kan hij niet meer dicht. Ik wil ook nog een knop aan de binnenkant maken. Ik wou dat zeggen, want nu is het leuk om je binnen, maar dan kan hij ook gewoon zo naar binnen lopen. Ja, één iemand moet zich gewoon opofferen. Er moet altijd één iemand die zich moet opofferen. Ja. Hey, leuk. Ziet er leuk uit. En wanneer gaan jullie je winkels afmaken? Ik wil dingen kopen. Ja, dat komt woensdag. Ga ik onder de video online dat ik ga vragen wat ik moet doen. Kijk. Dus dan gaat het snel gebeuren. Ja, ik ga snel verder met het volgende gebied, want dan kan ik weer voor jullie zorgen. Ja, ik moet alles hier bouwen. Ja. Doe ik graag. Doei. Lijpe bunker, jongens. Echt een lijpe schuilbunker voor Frederik is het geworden. Laten we nu even mijn inventory legen. En dan ga ik daar gewoon, denk ik, mijn makelaar van maken. Ik denk het. Ik wacht er nog even mee. Ik wacht even totdat jullie zeggen in de reacties. Als je zegt, Max, nee, je moet het niet in dat huis doen. Doe het in dat huis of in dat huis. Dan moet je dat laten weten. En gelijk even de video liken. Laten we dan voor nu gelijk even het pad hier aanpassen. Want nu de huizen er staan, kan dit lelijke, platte gras of platte dirt, weet ik veel hoe je het wil noemen. Dat kan natuurlijk niet meer. Dus laten we even beginnen met gewoon... Oh, wat is het? Mijn geluid hard. Au. Laten we beginnen met dit pad gewoon eventjes ook mooi maken. Doe eerst heel simpel even het cobblestone overal. Zo hakken we weer de volgende laag weg. Om daar vervolgens stone bricks in te plaatsen. En dan tot slot hakken we het laatste randje ook allemaal weg. Zodat ik het kan opvullen met het laatste blok, namelijk steen. En badabim badaboom. Hoppakee. Kijk wat een verschil dit gelijk maakt, hè, jongens. Nu is het voor mijn gevoel één geheel ook. Ik moet wel nog een beetje de details in de vloer maken en zo. Maar dat komt wel zodra ik ook de details, zoals alle blokken die er nog op moeten komen. Er moet nog zoveel rare straatdingetjes moeten hier komen. En dan ga ik ook wel de vloer gelijk helemaal met sterren zo mooi maken. Maar wat een verschil, hè. Moet je ook van afstandje kijken. Oh, dit is zo lijp. Nu gewoon, dit is één geheel aan het worden. Dit is langzaam echt één lange straat aan het worden. Vanaf daar zo, ja. Oh, tevreden. Heel tevreden. En dan als extra leuk detail wil ik hier bij dit blacksmith gedeelte, hier wil ik eigenlijk even zo. Oh, die ook weg. Zo. En dan hier wil ik een beetje dingen verspreiden. Hier waarschijnlijk zoals een emerald, zo. En dan dit. Ja, dat ziet er leuk uit, hé. Weet je, dat maakt het echt een blacksmith. En dan degene die hier gaat wonen, dat zei ik net ook al, die mag natuurlijk dit gaan inrichten en zo. Oh, trouwens, zie je dat ik wel een hele grote fout heb gemaakt. Dit loopt niet door. En hij komt boven, steekt hij natuurlijk heel erg uit daar. Maar hij loopt hier helemaal nog niet door. Oeps. Wat is er trouwens met Julian's huis gebeurt, hé? Ik vloog net even langs, maar Julian's huis is helemaal ondergesneeuwd. Oh, nee. Volgens mij is Julian geprankt, jongens. Oh, mijn god. Zijn hele huis ligt onder het sneeuw. Helemaal met de trap. Nee, hebben sowieso Rick en Noah gedaan dit. Als karma voor het feit dat Julian hun huis met ballonnen omhoog had geholpen. Hebben ze sowieso het hele huis van Julian ondergesneeuwd. Oh, wat erg. Man, wat ben ik blij dat het niet mijn huis is. Trouwens, jongens, in de tussentijd dat ik bezig was met het bouwen van dat daarboven natuurlijk allemaal. Oeh, dat ziet er vanaf hier trouwens ook dik uit, hè. Oeh, dat ziet er lijp uit. Dit moet nu ook echt af, merk ik. Want ik merk hoe lijp ik dit vind. En imagine allemaal huizen en weet ik wat voor lijpe shit hier. Oeh, dit zou leuk zijn. Maar het punt, in de tussentijd is Anne hier verder gegaan en die heeft de winkeltje gemaakt. Je kan namelijk hier nu blast furnace kopen. Oh, nog niet op voorraad. Je kan hier chains kopen. Echt best wel veel. Die ga ik heel veel gebruiken. Je kan hier lanterns kopen. Nou, daar heb ik er al een stack van gekocht. Envils kan je halen. Oh, hier 16 envils. En het is gewoon 16 stuks voor 2 diamonds. Nou, dat vind ik een prima. Weet je hoeveel ijzer dit normaal kost? Dat vind ik 2 diamonds vind ik een goede deal. Je kan iron bars kopen. Nou, daar heeft ze er genoeg van. Echt heel veel zelfs. Je kan cauldrons kopen. Ook best wel veel. En je kan stone cutters kopen. Ook heel chill. Oh, wat is dit? Bovenverdieping redstone store nog gesloten. Oeh, dan ben ik benieuwd wat daar gaat komen als het open is. Alleen, ik weet dat de redstone storm wel hoe het eruit gaat zien. Wat een goede toevoeging is deze ijzerfabriek, hé. Oh, maar deze ben ik hier blij mee. Zo donker hier trouwens. Dit moet echt ook nog mooi gemaakt worden, dit allemaal. Even een mooi pad en zo. Zeker als hier wordt geopend, dan moet dit even leuk gemaakt worden. Ook dit beneden hier, even de gezelligheid en zo. Wat ik nu hier toch mee bezig ben, of ik hier toch nu naar kijk, een keer de dam belicht. Want de dam is zo donker elke avond. Maar daarvoor heb ik chains nodig. En die kunnen we nu kopen in de ijzerwinkel. En ik weet nog niet of die officieel geopend is, maar ik koop maar gewoon van alles. Alvast. Kan geen kwaad. Hier, laten we dan gewoon alvast een beetje dingen gaan belichten. Of alvast. Dat moet gewoon een keer gebeuren. Kijk, als ik nou leuk... Even denken, hoor. Hier zo doe en dan tonk. Kijk, dat ziet er dan een keertje leuk uit. En dan even aan de andere kant precies hetzelfde. Tonk. En daarboonk. Hier ook weer. Zo, in het midden. Deze heeft geen midden, dus die skippen we. Deze heeft weer wel een midden. Kom op, even omhoog. Ponk. En joh. Oh, ik mis. Nee. Kom. Ja. Goed zo. Even kijken hoor. Hoe ziet het er nu uit? Oeh, beter al. Beter. Nu de bovenkant nog netjes. Het heeft alleen niet echt een midden. Dus dat zou ik moeten improviseren. Maar dat komt wel goed. Kijk, doen we zo aan de buitenkant. Skippen we... Ja, ik mis een jumpje. Skippen we die middelste. Gaan we gelijk weer door naar de buitenste hier. Doen we hetzelfde. Zodat het toch een soort van symmetrisch is. Nee, het wordt dag volgens mij. Oh nee, niet. Huh? Waarom? Ik ben...
Wow, ik heb even een brain fart. Het leek echt alsof het dag werd for some reason. Huh? Oh, het wordt wel dag. Ik had wel gelijk. Oh mijn god, en ik val naar beneden. Oh nee, oh nee. Man, nu kan ik het resultaat niet meer zien. Nou, weet je wat? Ik vind het voor nu al prima. Volgens mij ziet het er goed uit. Ik heb wat belicht... Ik haal de sprong niet. Ik heb wat belichting toegevoegd met chains en al, waardoor het er ook echt leuk uitziet. En dat het niet symmetrisch is, maakt niet uit. Want ik heb het soort van gespiegeld, waardoor het wel weer symmetrisch lijkt. En ik ben er tevreden mee. Dan nu heb ik eten nodig, dus laten we even snel langs de markt gaan. Want mijn eten is wederom op. Het gaat zo snel, net als mijn vuurwerk en mijn eten, jongens. Oh, dat is altijd binnen no time is dat op gewoon. Gelukkig hebben wij hier altijd de markt waar wij lekker ons eten kunnen halen. Hoppakee. Tonk tonk. Mijn stack diamonds zijn alweer 10 diamonds vanaf. Ik heb in die timelapse tijden natuurlijk ook gewoon dingen kopen om voor te kunnen leven en dingen te kunnen bouwen. Dus ja, we moeten maar snel meer geld gaan verdienen. Maar snel deze huizen gaan verkopen. Maar ik wil eerst even weten wat ik ermee ga doen. En daar moeten jullie me natuurlijk mee helpen. Dan, in ander nieuws, letterlijk in ander nieuws, want ik zag in mijn brievenbus een leuke notitie liggen. Schildpadden en vogels leverbaar in de dierenwinkel. Kijk, en een vogeltje heb ik natuurlijk al, maar de schildpadden, jongens. Ik heb letterlijk nog bijna geen één schildpad gezien in heel Content Veen. Oh, nee, dat is trouwens niet waar. Ik had schildpadden, dat is... Wauw. Maar... Justin, die verkoopt tegenwoordig dus ook schildpadden. En volgens mij heel zielig hier beneden. Ja, echt heel sneu. Justin, ik zeg maar, leuk dat je ze verkoopt. Maar je verkoopt ze echt in een, wat is het? 2x2 hokje, 2 schildpadden. En ze zijn groter dan 1 blokje zelf, man. Kijk nou hoe depressief die is. Justin, ik weet niet of je mijn video kijkt, maar dat is zielig. Dierenmishandeling. Maar goed, jongens, doordat ik 2 timelapse heb gedaan deze video, heb ik helaas niet meer tijd voor andere dingen. Kost natuurlijk gewoon ontzettend veel tijd om al die dingen in elkaar te zetten. En ik moet natuurlijk ook gewoon doorgaan met video's maken. Ik wil namelijk niet dat er elke keer 3 dagen tussen mijn video's zitten. En dat willen jullie natuurlijk ook niet. Jullie willen gewoon elke dag, maar dat lukt niet altijd, hè? Nee, maar in principe, jongens, gaat veel werken en ik hoop dat jullie het kunnen waarderen natuurlijk. Maar voor nu, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren. Reageer even wat jij allemaal nog meer wil zien dat er gebouwd kan worden in Content Veen, want ik vind alle reacties altijd leuk om te zien. En dan nu, kijk lekker het vorige Content Veen deel. Hierin is ook veel gebeurd. Hier ben ik volgens mij met Bob en Ariel en weet ik voor wie allemaal op pad gaan. Een goede aanrader om even te kijken en dan ben je weer helemaal up-to-date. En nu spreek ik laatst glaasje wel, 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Yo! Oh.